onderweg? 40 weken. Schat, dat is mooi. Probeer je het voor. Jan. Het is gegroeid. Nou, dat hebben jullie gezien. Dus... Mam en pap. Ah, oh. Dat is vernoemd naar jou. Lucy. En... Ah, dat was een broertje. En eetsmaak. Ja, we staan aan. Een hele goede nacht. Is het eigenlijk nog? Is een nieuwe dag. Welkom in deze nieuwe vlog. De Bellinga's. De Bellinga's. Het is 12 uur s'nachts. 1 minuut over 12. 2021. En de WN die werden wel heftig. Dat ze er weer wakker van werd. Ja. En is de volgende Chanel onderweg. Die komt hier kwart over 12 aan. Ik had eigenlijk vandaag de hele dag overdag al. Vorige dag dus, zeg maar, vorige vlog. Had ik al last van weeën, inleidingsweeën, hartbuiken. Maar het zette niet echt door. Maar sinds de kinderen op bed liggen, dan heb ik dus echt om de 5 minuten ongeveer wee van ongeveer een minuut. 10 seconden, verschillende beetje. Ik heb door de tuin gelopen, ik heb in bed gelegen. Je hebt er wat geslapen, maar elke anderhalf uur werd ze wakker. Ze zijn gewoon gebeld. Je hebt de bubbelplanten zijn vers van buiten met schoon water. Daar ben ik de hele avond druk mee geweest. 2,5 uur leeglopen, 2,5 uur weer vullen. Dus ik kan nog vannacht in het buiten jacuzzi gaan relaxen. Ja, onder de sterren heen. Ja. Maar heel lief, de verloskundige is onderweg. En die zei van, ik ga dan zo meteen even checken. Kijken of het gewoon licht op sloting is. En dan kunnen we ook onze kruimhulp Ina gaan bellen. Die ook al paraat staat van hierheen komen. Ik zou op een logeerbank op de kinderspeelkamer. Hier zou je op de bank kunnen liggen eventueel. Ik weet niet hoe lang het duurt natuurlijk. Nee, op het heftigst. Stel naast de vervanging hoop ik wel doorzet, is ook onze vriendin Melissa bereid over te komen om de kids dan te kunnen gaan. Laten we gewoon slapen. Laten ze nu slapen. Nu komt er weer een wee. Ja, nu komt hij weer. Gaan we weer wegpuffen, zal ik hem even meenemen? Ja, dan heeft hij even meten. Kijk, het is nu precies de stopwatch. Dan gaan we weer resetten. Vorig was 1 minuut 16. Heb je hem aan? Ja, het is nu... Hij loopt. Ontspannen. Puffen dus weg, maar ook net toen ze sliep, gewoon niet meer slapen. Nee, niet meer slapen. Ja, deed je ze ook wegpuffen. Dat je niet eens sliep niet. Maar heel licht. Het is een golf waar je overheen gaat. En je gaat mee over de golf. Ik stel mezelf voor dat ik op een surfboard sta. Ja, door de verloskundige. Mega. Ja, goedemorgen, Chanelle. Goedemorgen, ben jij er? Ja, maar bij het eerste. Ja, ik ga even een locatie proberen. Dat is handiger. Het huis is niet heel makkelijk te vinden. Chanelle die komt. Gisteren in de vlog zagen jullie Lianne. Die zijn 2 verloskundigen hebben de hele zwangerschap gehad. Die kennen mij ook het langst, die kennen mij vanaf Luan, dus al 9 jaar. En vanavond komt, of vannacht dus, komt Chanelle. Super fijn. Ook Ina en ook Melissa, die jullie ook nog gisteren in de vlog hebben gezien. Een vriendin met de kids die ook bij onze kinderen op school zit, die komt, als het allemaal doorzet, komt ze vannacht ook hierheen. Haar kinderen blijven dan bij thuis, bij de rest. En hier kan zij dan op onze kinderen passen, mochten onze kinderen wakker worden. We laten ze gewoon slapen. Maar mocht het gebeuren dat ze wakker worden, of er is gebeurd iets, of er is toch iets, dan hebben we altijd Melissa in ons huis die voor de kinderen kan zorgen. Dus in dat opzicht ben ik heel blij dat we alle opvang voor de kinderen en alles hebben verzorgd. En het zal voor hun wel heel leuk zijn als morgenochtend een broertje in het wiegje ligt. Dan moet het wel doorzetten. Dat vind ik altijd nog lastig. Maar goed. Ik doe nog even de laatste baby-update. Kijk, tussen de weeën door ben ik gewoon nog aanspreekbaar. Dus het is echt nog het begin. Kijk, dit is nu de buik.
zoals hij nu is. Zoals jullie zien is hij helemaal rond gespannen en ingedaald. Weken en 4 dagen zwanger van onze lieve babyboy, ons 4e wondertje op komst. Nou, en hier lopen ze al even de weeën weg te buffen, maar kijk eens schat, daar is onze verloskundige, Chanella. Ja, warm ontvangst van Willem. Hallo. Welkom bij ons thuis, Chanella. Chanella, welkom bij ons thuis. We vinden het fijn dat je er bent. En Woezele Pip ook, hè? Ja. Nou, die gaat. Ja, dit is Woezel. Broertje. Je moet kinderen geen namen laten doen. En dit is zusje Pip. Ik heb vast maar eventjes kopjes thee gezet. Ja, dat wordt waarschijnlijk een vroege start van deze nieuwe dag. Heel speciaal gevoel dat ons babyzoontje op 1 juli bijna de start van de zomervakantie in ons gezin gaat komen. Oh yes. Nou schat, vertel. 5 centimeter. Ja, 5 centimeter ons lang. Hallo, nou, Chanella heeft net even ervaren gecheckt, maar er is 5 centimeter ontsleuting. En dan ga ik nu ook nog Melissa bellen, want die wil hier in de pyjama ook wel heen komen, dat als de bevalling straks op zijn heftigst wordt, en misschien wordt Luxie wakker, zij hier dan ook de kinderen gerust kan stellen, van mama en papa zijn even druk bezig met de bevalling. En Woezel, hey, jongen, dat is ook zo speciaal. Woezel, die voelt het ook aan, die kwam net alleen maar hier bij varen kusjes geven. Jij voelt het ook wel echt, hè? Hey, goedenavond Melissa. Hallo. Nou, de verloskundige heeft net even bij Farah gekeken, maar er is 5 centimeter ontsleuting. Dus ja, de kraamhulp is onderweg. Ja, en als jij het fijn vindt, jij mag hier in de pyjama ook wel heen komen. Dat mochten de kinderen wel wakker schrikken op het hoogtepunt. Nou ja, dat ze bij jou troost kunnen. We hebben hier ook op de kinderspeelkamer een slaapbank. Dus De kraamhulp houdt ook de pyjama aan. Maar ik word er gewoon een pyjamafeestje van. Oké, super. Tot zo. Joe, doe. Zo, ons wegpad. Ik ga deze gaas even met dit watervaste tape dus even aftepen. Terwijl Farah onder de douche staat en Chanella het hele bed aan het voorbereiden is, belt ook dat Melissa, ik ben er. En dan alleen op de kraamhulp Ina. Nou, dan mogen we echt poffen. Met zoveel lieve vrouwen rondom Farah voor de dag. En kijk eens. Goedenavond. Dat is Melissa. Goedemorgen. 1 uur. 1 juli. 2021 om 1 uur. Nou, fijn dat je er bent. De kinderen slapen gewoon als roosjes. Dus de kraamhulp zei ook gewoon, je kan gewoon lekker chillen. Ik heb de open haard hier aangezet. En worden de kinderen echt wakker, dan komen ze hier maar lekker knuffelen. Kijk. En Woezel en Pip, die willen nu ook knuffelen, hè? Oh, nee. Ah, nog vers van de boerderij. Die gaan we morgen bij het ontbijt drinken. Hé, hey, uitslovers, ga je nou weer uitsloven? Ja. Maar fijn dat je er bent. Hè? En stel, we moeten wel plots weg, dan kun jij hier bij de kinderen blijven. Dan heb ik een rustig gevoel. Goed. En dan is er goed om thee te brengen. Nou, eens even kijken. Ina, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. 1 juli, 1 uur 's nachts. Nou, die winnen. Nou, hoor je.
niet naast de hoofd. Als je niet naast de hoofd. Dan is het een beetje rustig. Ik ben heel rustig. Dus, en als we ontspannen zijn, dat is misschien wel lastig. De vorm. Want dan wordt het werk. Lange slaap al. Dat is lief. Heb je ze gezien? Nee, dat slaap niet lief. Dat is ook wel een deeltje. Ja, ik zie dat nu slaap bij ons. Ja, nog steeds. Wat is maar niet zo om. Hier nog een keer. Ja. Nou, Ina, welkom in de badkamer. Ik mocht hier gaan zitten. Als je dat wil zeggen, jij mag gewoon op je vertrouwde plek zitten. Op de pad. Ja, ruimte genoeg zo, toch, Ina? Ja, ik heb die witte plakbanden erop zitten. En hij is nu 35 graden. Pak je gaan aan doen, die? Oh, die heb je al, hè? Zo klaar. Ja? Alweer bezig voorgerond. IJswater van Melissa. Proost.
Gefeliciteerd. Het is gelukt, schatje. Hij is geboren. Daar is onze Lucius Jan Daniel Wellinga. Geboren op 1 juli 2021 om 3:00 s'nachts. Toch, Ina? 3:00? 3:10 s'nachts. We gaan hem even naar Marmel. Nee. Ik heb een kind. Ja, ik heb een kind. Poppie. Kijk eens hoe schattig die is. Oh, lekker. Het is wel lekker. Het is wel lekker. Het is wel lekker. Ja. Oké. Goed, hè? Oh, yes. Wat is het dan? Wat is het dan? Wow. Het laatste zetje van. Zo. Oh, wat gaaf. Ja. Zoon en mijn jongste zoon. Hé, hey, schat. We hebben nou een oudste zoon en een jongste zoon, lieverd.
En twee prinsessen dochters ertussen. Hmm. Wat is dat? Mooi. Mooi neusje. Mooie lipjes. Mooi. Heerlijk mannetje. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Kijk, dat reageert op jou. Is dat papa? Ja, zoekt die lekker borst in je mama, hè? Ja. Ja. Die weet je wel goed te vinden. Ja, deze Lua, Lucilla en Luxie ook zo. Oh. Ja. Nou schat, 1 juli 2001, 10:50 s'nachts. Onze Lucius, Jan, Daniel, daar liggen. Ja, kijk eens. Net zoals Lua. Ja, dus, En Luxie vindt ook Lucius gelijke voeding. Dat is lekker, hè? De beste voeding die er is, mama. Dat is gevoelig. Heerlijk, hè? Hallo, grote vriend. Dat is de beste voeding die je maar bent. Ik kan helemaal precies afgestemd voor jou. Zuigt ook echt meteen. Ja, dat was ook mooi. Luxie wel opgeven dat je helemaal van smaak veranderd. Voor jou. Dit is Lucie smaak. Ja, oké. De vierde keer. Ina, bijna 10 jaar later. Toen het goddank geworden. Bijna 10 jaar later, ja. Ja, ja, gelukkig wou Ina nog met haar pensioen terugkomen van haar. Ja, oh ja. Dit is ook jouw laatste keer dan eigenlijk, hè? Ja, ja. Zeker. Heel bijzonder. Goed gedaan, joh. Ja. En Janella, ook fantastisch bedankt. Want... Ja, hè? Nu denk je dat je... Ja, schattig, ja. Altijd nog even in de rimpeltjes, hè? Ja. Dat wordt steeds minder. Ja, beetje fel over, hè? Ja. Wat is dat? Gaat lekker, hè? De oudste zoon en de jongste zoon. Ja. En daartussen zitten 2 prinsessen dus. En Luxie is jou even. Ja, Luxie is ook gezien. Straks nog heel aan de zinnen. Ik moet verrast zijn. Het ontbijt. Een klein broertje met een bescheurde blauwe muisjes. Heb jij blauwe muisjes? Jazeker, die hebben we goed ingeslagen. We houden zielsveel van jou. En welkom in ons knusse gezinnetje. Dat je voor altijd thuis mag voelen bij ons. Dat God je zal zegenen. En je leven mag leven hoe jij een droom. Zo zoetjes, hè? 2940. Oh, 2940. Ja. Gelijk, hè? Nou, Luan, kijk eens. Dat hapje wat we hadden, dat is die al uitgegroeid. Een glimlachje van jou. Ja, kijk, je lacht naar me. Ja, papa kijkt je wel. Echt zo'n een kleine man. Kijk dan. Oh. Nou, papa voor het eerst. Met Lucius. Zo klein, kijk hoe klein, jongens. Ja. Ja. Lekker uitrusten. Dat zullen Lucilla en Lua morgen verbaasd zijn. Ja, super. Janella, Ina, ontzettend bedankt. En tot bescheur met muisjes. Kijk eens. Luxie, kom erbij zitten. Kom erbij zitten. Welkom in ons huis. Ja, zo ben ik in de nacht. Heb je een mooie tekening gemaakt? Nou, en een lekker boterhammetje van Ina. Goedemiddag, maat. Eet smakelijk. Dank je wel. Wij gaan de nacht in. Nou ja, nacht. Het is 4:30. Half 5. Een paar uurtjes slapen. 2 uurtjes. Andere kinderen wakker worden. En je ziet ons morgen weer, maar het is nog steeds dezelfde vlog. Ik laat Ina naar haar huis en die komt om 9 uur weer terug. Lucilla, hoorde jij daar een geluid? Wat hoor je? Kijk eens.
Christmas. Jan, Daniel, Dania. Je leuk? Ja. Maar een kusje. Nee, dat is spannend. Het is 6:00 ochtends. Ik heb ongeveer een uurtje nog geslapen. Maar de wekker gaat zo ook van Luan. Lucilla die werd wakker van het huiltje van de baby. Dus die heeft de baby al gezien. Maar ik vind het ook wel leuk voor Luan dat hij ook nog even een momentje met de baby heeft. Voordat ze zo meteen naar school moeten. Want het is gewoon donderdag. Ze hebben een lange schooldag. Dus ik ga Luan even wakker maken. Liefjes. Jan, Daniel, Benja. Leuk, hè? Is je broertje? Alles goed gegaan? In bad. Tien voor 3. Ja. 1 juli is hij geboren. En hoe laat? 10:50 is dat. Midden in de nacht. Ja. Oh, ik hoor daar niks van, want ik moest plassen. Oh, heb je niks gehoord? Nee, het was ongeveer 4:00. Hoe voelt hij? Heel erg licht. Ja, vind je hem nog lichter dan de honden? Ja, hij is nog lichter. Dat klopt. Hoeveel kilo was hij? 2940 gram. Dat is nog geen 3 kilo. Dat pakje past er zelfs in 30 kilo. Nee, 3 kilo blijven. Ja, het groene pakje past er niet. Hij had te lange benen. Te lange benen? Ja. Ja. Hè? En die beentjes, die voelde mama dus heel goed. Oh, ik kan niet wachten om het aan mijn juf te laten horen. Ja. Het één dag voor juf's verjaardag. Ach, nou, dat is een mooi cadeau. En wie had het gedacht dat je gewoon thuis kon blijven? Zaten jullie de hele tijd ook een beetje van... En mama, was Melissa? Ja, Melissa is geweest, ja. Ja, Luxie? Nee, jullie hebben gewoon geslapen. Luxie is wakker geworden. Toen heeft Melissa met Luxie, ja. Lekker gespeeld. Je hebt een tekening gemaakt. Ik was ook aan het slapen, ik hoorde de baby, dus ik ging. Ja. Lucilla die was wakker toen Ina net weg was. En de kraamzorg en Melissa. Want die werd wakker door het huiltje. Toen dacht ze, hé, Luxie die huilt. Ja, en dat was niet Luxie. Toen zag ze... Ja, mag ik de naam zeggen? Ja, ja, ja.
Lucius. Lucius, ja. Nu het hoofdje en de billetjes. Okay. Hoofdje en de billetjes. Zo. Als je het hoofdje ook goed ondersteunt, want je kan hem nog niet zelf omhoog houden. Zie je? Ja, kom ik bij onze slaapweg. Nee, slaap En hemels ook dicht? Ja, alles was helemaal goed. Ja. Dat je dat allemaal weet. Al die dingen. Had je gezien uit de andere vlog. Ja. Luxie heeft hier gewoon geslapen. Op het moment dat ik ging persen, werd zij wakker. En was Melissa er dus bij. En die heeft Luxie opgevangen. En, nee, opa en oma, die heb ik niet. Opa en oma weet het nog niet. Opa en oma moeten we het nog gaan vertellen. Papa en baby daarin slapen. Ja, die heeft erin geslapen. Dat klopt. Kijk, hier kunnen we zo'n klein Kleine voetjes, zie je? Schattig, en ik zie die voetjes. Die vind ik zien. Heel goed voor jou. Het is een zakje, zie je? Een broodje. Met geluidjes. Het slapen. Het is een droom over jullie, denk ik. Goed zo, Lucy. Zijn er geboorteknuffels? Dit is de geboorte. Dat oké, okay, dus dat de geboorte. En dit was de kermis. De kermis en dit zit op jouw buik. En die lag op mijn buik, het muziekje. Die ken je. Die kent hij dan nog wel. Dit is met zijn geboorteknuffels. Dus die gaan we even lekker verschonen. Die heb ik even af. Mama! Okay, ja, leuk hè. Kijk naar die kleine teentjes. Ja. Dat zijn de voetjes, hè? Jumper! Ja, dit is een navelstreng. Oh! Mooi, hè? Hè, maar man, het is niet zo. Nee, niet het clipjes, niet. Er zit een ringetje. Er zit een ringetje om. Nee. Dus hij heeft nu maar een ring. Ik wil niet afhalen, dat valt er vanzelf af. Dan krijgen ze ook zo'n navel zoals jullie hebben. Ja. Ja, dat krijgen ze. Ons niet die. Nee, dat hadden jullie ook, maar dat gaat dan weg en dan krijg je zo'n navel. Deze even onder, dat is dan knoeien. Dat is niet meteen de hele linkvies. Dat mag ook op je vies worden. Deze kan ook zo in de was doen. Dus moet je de hele ondergrond schonen. Ik zie heel erg zwarte poepjes. Ja, dat is de eerste poepjes. En dus, dat lijkt een beetje op teer. Teer? Dat is teer ook weer. Waar het asfalt mee is gemaakt. Oh ja, maar dat ringetje is veel handiger dan een hele grote clipje. Ja, heeft hij nu zo'n les van. Nou, dat is deze ja, poepie, hè? Ik zie poepie. Eeuw! In het klein, wat zie je daar? Wat zie je daar, Lua? Volgens mij heeft hij de billetjes van papa. Billetjes van papa, ja. Zo zie je dun, hè? Hier nog een beetje schoon. Ja, hij denkt, oh lekker, krijg schoon de billen. Oh, kijk uit hoor, er kan nou wat uitkomen. Dat is echt. Nog, ik moet ook even dat doekje opleggen. Ja, doe deze eronder. Dat helpt jullie goed mee, jongens. Ja. Wat een teamwork. Dit zie je niet zo. Zo dicht, dat moet je dit naar beneden duwen, hè. Anders gaat het klassetje ernaast. Ja, heel strak. Nee, niet te strak, maar dat hij wel goed zit. Die andere. Navelstrengje. Mam, overvouwen. Oh, mijn randjes altijd goed uitvouwen naar buiten. Dan plasjes erin blijven zitten. Ja. Hij denkt, er wordt aan alle kanten aan me gefrummeld. Dat vind ik wel gezellig. Mam, zo. Een soort van massage. Mama, kan baby ook op buiten spelen? Een baby ook buiten spelen, ja. Ja.
Het is een beetje regenachtig buiten. Hm? Niet erg. Nee, Lucie wil graag met de baby buiten spelen. Die moet je weer terugvrammelen. Lucie! Goed zo, Lucie. Goed zo, Lucie. Nou, dat hebben jullie geweldig goed gedaan met z'n drieën. Ik moet even kijken bij welk knopje wat knopje is. Als laatste heel zachtjes mutsje erop. Kijk. Toen was die weer verschoond. Lucie is helemaal lekker ingepakt. En Moesje Pip, die hebben natuurlijk Lucius nog niet gezien. Dus dat is een heel mooi moment om te zien dat Moesje Pip voor het eerste keer Lucius zien. Hè? Kom eens kijken. Kijk eens wat we hier hebben. Ja, dat is een baby. Pip! Kijk, een baby. Kom eens kijken. Mam en Bart. Lucilla, die gaan vanavond natuurlijk naar school. Ik praat nog steeds heel zacht. Dus die gaan even lekker ontbijten. Nou, dan heb je weer een leuk verhaal te vertellen op school, hè? Lucie ligt in de box. Ja, oké, okay, zegt ze. Mam, zegt tegen de juf, mag ik voor de klas staan? Want ik heb heel leuk nieuws. Ja, dat mag. En dan ga ik ook vragen, mag ik op het bord schrijven hoe die heet? Ja, dat mag. Helemaal goed. Iets te maken van de klas. Dat is een goed idee. Ja, dat is een goed idee. Ja. Morgen met de juffrouw mijn baby. Dat mag je zeggen. Jij mag morgen naar school. Dan mag je tegen de juffrouw zeggen dat Lucius is geboren. Heel goed. En Lucie heeft haar eigen outfit uitgezocht vandaag. Heel mooi. Ja, gisteren is dit getekend. Gisteravond heeft ze die getekend. Ah, oh, kijk dan. Mama, Luan. Die is Bella. Mooi. Heb je die met Melissa gemaakt? Precies. Mooi gemaakt. Deze, hè? Nou, heel lief. Nou, Luan en Lucilla, veel plezier op school. Ik hoor geluidjes, jongens. En Woesel en Pip ook. Wat is dat, Woesel Pip? Wat horen jullie dan? Wat hoor je voor geluidjes uit de box? Kijk, Woesel is toch wel nieuwsgierig, zie je? Woesel is toch wel nieuwsgierig. Wat is dat, Louise Woesel? Is dat baby? Ach, kijk dan. Kijk. Ja. Kijk, hij is in dromen. Zie je dat? Aan. Moet hij aan? Okay. Baby slaapt. Baby slaapt, ja. Zo, zachtjes. Zo. Kijk Woesel dan. Woesel wil kijken te zitten. Even kijken, Woesel. Kom maar even kijken. Ah. Ah. Hij heeft droompjes. Mama, baby. Baby heeft droompjes. Zie je niet? Mijn benen even. Kom maar. Kom, even lekker eten, jongens. Ja, en twee. De zus die slaapt ook lekker. Kijk, heb Woesel Pip. Mama, ik heb mijn Woesel. Is een baby. Mijn Pip. En wie zijn er weer terug van school? Jullie en Lucilla. Liefje zit er lekker slapen. Kijk eens. Lucie zit al lekker te slapen. Ik heb een doek, want ze had bij Ina, had hij net... Ah, ja, kijk, ja, ja. Een jongetje. Bij Ina, niet bij mama. Leuk, Ina, het doekje erop doen. Moesten we... Ja. Nee, ik zag er ook niet. Ik denk, dat zijn broer en zus. Opa en oma. Opa en oma. Opa en oma. Oh, ja, we hadden een bord al naar buiten gezet. Ja, helemaal goed. Zo. Ja, daar is Lucius Jan. Daniel Ballinga, ja. Kijk eens. Daar is broertje. 3:00 s'nachts geboren. Heb je niks gehoord? Nee. Nee. Wil ze die hebben? Diep slapen. En Luxie ook. Ja. Tot de laatste week. En daar is broertje. Wat ziet hij dit? En daar is de zus. Kijk. Hey! Heb
wil je dit, hè? We zien het broertje. Ja. Moet jij niet? Ja, ze staat. Ja. Ja. Dankjewel. Het is gewoon weer zo gaaf. Dus ja. Maar je dacht van, oh mijn god, dan is het even een luiertafel. Dank u. Oh. En wat voor luiertafel. Heel, heel leuk. Met toeslepet erop. Wat leuk. Dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Met sokjes. Ja, dan komt die er mee. Die gaan we zo, ik heb de baby al hier voor de deur gezet. Nu dan, die zijn er met de zin aan heen. Het babybord. Leuk joh. Leuk, hè? Mooi, die gaan we op het bord plakken straks lopen. Is dit nog een cadeautje voor de baby? Wat is dat? Oh, een dikke dikke. Oh, wat leuk. Een dikke dikke in de taartjes. Wat is dat? Dit is een ding, hè? Dit is je met een maand en dit is je met acht maand. Ja. En dan kun je op een gegeven moment 1 jaar, 2 jaar. Ja. Leuk. Leuk gezellig, hè? Nou, de jongen had een paar cadeautjes en kleine. Nee. Ja, de jongen nog gaat liggen. Dat is een klein cadeautje voor jou. Oh. Voor de, op het kastje op de inslaapkamer. Oh. Oké, hè? Kun je een kitting zo gaan maken? Deze is het. Ja. Oké. Ja. Het is. Een dagboekje voor u. Oh. Ach, dat ben jij. Je oma een paar fotootjes in gedaan. Oh, wat leuk. Ja, Luan heeft een broertje. Dit is een dagboekje voor Luan. Dat kun je zelf opschrijven. Kan oma een paar fotootjes in gedaan. Mooi, dank jullie wel hoor. Voor op het kastje. Dat is een liedje en een oh, Luxie, wat leuk. Op het kastje, op de slaapkamer. Ja. Dat zijn de twee. Hé, hey, Jantje. Hé, hey, Jantje. Hier is de grote Jan en de kleine Jan. Hela, wat heb je gemaakt? Wat moet ik hier? Dat is wel leuk, hè. Dat is kijk eens. Oh. Wat heb je gemaakt? Hoera. Hoera, een zoon. Gefeliciteerd met de geboorte van Lucius. Veel liefst van groep 2. Van heel groep 2. Nou, mijn liefste, ik heb ook een cadeautje gehaald voor jou. Omdat ik ontzettend trots ben over hoe jij de bevalling hebt gedaan. Ja. Afgelopen nacht. Ik hoop dat je het leuk vindt. Het is een boek. Ik niet verklappen. Jij helemaal los gaan. Niet verklappen. Ja. En het doet je denken aan waar we 10 jaar geleden mee begonnen. Maar toen was die wit. Ah, een dankbaarheidsdagboek. Weet je dat nog op de flat? Leuk. Toen hadden wij een wit boekje en dat schreef mama elke dag. Superleuk, ja. Papa een paar zinnetjes in waar we dankbaar voor waren. Dat is een hele mooie. Heel mooi gemaakt. Heel mooi. Dat kun je elke dag. Geef maar mijn kijk. Kijk eens, ik ben dankbaar voor met de datum. Oh, super. Wat een goed idee. Wat lief, dankjewel. En? Silla, ik heb hier nog iets. En daar is eigenlijk ook iets heel leuks voor. Ga maar open met opa en oma. Want die mogen er zo meteen als eerste in schrijven. Want zo'n boekje heeft Luan. Ja, zo'n boekje. Zo'n boekje heeft Lucilla. Zo'n boekje heeft Luxie. En zo'n boekje moet natuurlijk ook Luusje zijn. En de boekenwinkel had er nog net één. Oké. Dat was de laatste. Kraambezoekje. Kijk. Je peetje. Opa en oma mogen als eerste kraamvisite. Dat staat erop voor iedereen die naar jou komt kijken. Hoe vind je dat? Vernoemd naar jou, hè? Ja, dat is... Ja. Wat trots op. De tweede naam is vernoemd naar jou, Babsie. Wanneer ben je dan? Ik wil eigenlijk op de bord Lucius Jan Daniels hebben. Ja. Ja. Nou, we gaan even... We gaan even dat drukken. Kom je morgen terug voor die andere twee namen? Hè? Leuk, hè? Opa Jan is nu al ook verliefd op jou met oma. No. En Lucie, en Lucilla, en Luana. Gezellig, hoor. Ja, oma mag geen boek naar jou brengen. Ja, oma moet ook nog even. Kijk eens, wat voor een klein mannetje. Wat ben je een klein mannetje? En hoe zwaar was Luan dan? 3200 nog wat. Dat was de zwaarste van alles. Ja, dat was de zwaarste van alles. Maar hij zat dus 8 dagen langer in de buik. Ja. Lucilla 7 dagen en deze 4 dagen langer. Ja. Wacht, ik ben hier terug. Luan, Lucilla en Lux, jouw broertje verschouwen. Ik ben er met jullie, hoor.
Mooi. Goed geopend. High five. Lego bouwer. Fietsen. 2, 1 tot 3, dat zegt, je bent verplaatst als een boom aan de waterstromen die zijn vrucht draagt. Kom een L. Nog een L. We gaan het wel passen, jongens. Volgens mij is deze lap veel te lang. Opa, was die veel te lang, joh. Kijk eens. Oh, jongens, pas precies. Opa weer, op de millimeter. Nou, Luan krijgt hij genoeg van zijn broertje. Hè? Trots op mijn grote zoon en mijn kleine zoon. Nou, Ina heeft huiswerk gedaan. Ik heb alles weer. Opa denkt, ja, hoe is het met mijn visjes? Waterpel, hetzelfde, hè? Wat eten we vanavond? Ja. De ouderwetse haakballen van oma, hè? Oma heeft natuurlijk spinazie. Grote haakballen omdat het feest is, zegt opa. Kijk, grote haakballen. Ook even Ina, die eet ook lekker mee. Omdat het feest is. Omdat het feest is. Kijk. Voor baby Jan, hè? Ja, met een gezonde spinazie. Een à la opa en oma Bellinga. En Ina eet ook gezellig mee. Ja, voor de geworden broertjes, zo bij elkaar zijn. Amen, eet smakelijk. Oh, Lucilla, is dat lekker? Ja. Dit was onze eerste dag met baby Lucie in ons midden. Hopelijk jullie hebben meegenoten. Doe je onder de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje klikken. Tot morgen. Doei. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan, doe je mee, boem boem boem, boem boem mee, dans mee.